Binnenlandse Zaken met het onderdeel vandaag vanuit Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof. Hartelijk welkom aan de minister en uiteraard de Kamerleden. U heeft vandaag 4 minuten per fractie en ik laat de interruptie gegeven het aantal dat hier zit voorlopig nog even vrij. Mag ik als eerste het woord geven aan de heer Boulakjaer van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Goed om weer met elkaar te gaan hebben over wonen. En vandaag hebben we het over het Rijksvastgoed en de renovatie van het Binnenhof. En ik wil het eigenlijk niet hebben over de renovatie van het Binnenhof, maar vooral over het Rijksvastgoed. Want voorzitter, het zorgen dat we het zicht op een betaalbare woning weer een vanzelfsprekendheid is, dat is de kern van iedere inbreng van D66 bij bouw- en woondebatten. En de nieuwbouwcijfers van de laatste tijd stemmen tot een zorg en laten zien dat we het met alleen nieuwbouw niet gaan redden. En D66 pleit al langer voor het meer inzetten van ombouwen van vastgoed. En het Rijksvastgoedbedrijf moet wat D66 betreft hier een voortrekkersrol inspelen. Want in heel Nederland staat op dit moment 3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat zijn heel veel potentiële woningen voor bijvoorbeeld starters en studenten. D66 denkt dat er nog grote kansen liggen voor het transformatieproject. Voor het optoppen en aanplakken van woningen in heel Nederland. En de brief Verbreding Takenpakket Rijksvastgoed is voor ons absoluut een stap in de goede richting. En goed om te lezen dat de minister het RVB nog beter in stelling gaat brengen. Het RVB, het Rijksvastgoedbedrijf, als aanjager om snel woonruimte te realiseren. We hebben nog een aantal vragen aan de minister als het gaat over de brief. Is er bekend hoe de bezettingsgraad is van het Rijksvastgoed? En als dat niet zo is, kan daar eventueel onderzoek naar worden gedaan? Is er een inventarisatie van de leegstand van het Rijksvastgoedbedrijf? Hoe vaak wordt deze geüpdate en hoe snel kunnen er concrete plannen komen voor de transformatie naar woningen voor dit leegstaande vastgoed? En brengt het RVB, het Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, woningbouwcorporaties en commerciële partijen bij elkaar als er kansen liggen voor transformatie van Rijksvastgoed? Voorzitter, er ligt voor het Rijksvastgoedbedrijf nog een andere grote uitdaging en dat is de verduurzaming van het vastgoed. Een snelle vorm van verduurzaming is het overstappen naar LED-verlichting. En als we uitgaan dat het Rijksvastgoedbedrijf 2,4 miljoen vierkante meter beheert in heel Nederland en dat daarvan nog 60% moet worden verduurzaamd, dan kan er met alleen al het overstappen naar LED-verlichting heel veel CO2, maar ook heel veel euro's bespaard worden. Dus wat let het kabinet nog om over te stappen op LED? En kan de minister toezeggen op korte termijn volledig over te gaan op LED-verlichting in alle gebouwen van en in beheer van het Rijksvastgoedbedrijf? En als dat niet zo is, wat zou de minister kunnen toelichten waarom dat nog niet kan? En dan toch nog iets over het Binnenhof dan. Worden alle lichten in het gerenoveerde Binnenhof straks ook meteen LED? Graag reactie. Voorzitter, verduurzaming is ook betere isolatie. Vanaf 1 januari van dit jaar moesten alle kantoorgebouwen in Nederland minimaal label C hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor kantoren in bezit en beheerd door het Rijksvastgoedbedrijf. En wat is de actuele labelsituatie van al dat vastgoed? Wat D66 betreft geven we als overheid het goede voorbeeld en is minimaal het label C bij overheidsgebouwen heel snel de standaard. Dan afrondend, voorzitter. Het gaat over de flexwoningen van het Rijksvastgoedbedrijf. We lazen het bericht in het FD. Minister krijgt flexwoningen niet afgezet. Ja, het kan niet zo zijn dat spoedzoekers, studenten en andere woningzoekenden op een wachtlijst staan en dat er tegelijkertijd straks kant-en-klare woningen staan te verpieteren in de opslag. Dat is volgens mij niet uitlegbaar. En graag een reactie van de minister wat hier aan de hand is en welke inzet hij gaat plegen om te zorgen dat de woningen een plek krijgen en mensen erin kunnen gaan wonen. Afsluitend een oproep aan de minister. Zorg dat het zicht op de betaalbare woningen in Nederland weer vanzelfsprekend wordt. Laat het Rijksvastgoedbedrijf hieraan bijdragen waar dat kan. En zet vol in de verduurzaming van al het Rijksvastgoed. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boulakjaer. Dan gaan we naar de eerste termijn van de heer De Groot van de VVD. Dank u wel, voorzitter. En voor dit debat vandaag een drietal items meegenomen. Eén over het Binnenhof en twee over het Rijksvastgoedbedrijf.
En wil je al eerst de minister danken ook voor de switch die hij eigenlijk aan het maken is met het Rijksvastgoedbedrijf. Om ervoor te zorgen dat er sneller en beter en mooier en betaalbare woningen in Nederland komen. Ik denk dat het een compliment waard is om mee te starten. Voordat we natuurlijk met kritische punten komen. Maar het zal wel meevallen vandaag, denk ik. Maar compliment is op zijn plaats. En om daaraan gelijk maar eerst te beginnen met het Binnenhof. Kunnen we lezen in de voortgangsrapportage dat met name op het gebied van veiligheid, veiligheid ervoor zorgt dus dat er aanvullende eisen moeten worden ingekleurd. Nou, dat begrijpen we heel erg goed als VVD, maar we voelen op onze klompen ook wel aan dat ook met de andere genoemde elementen in de voortgangsrapportage, stikstof, materiaalprijzen enzovoorts, dat er mogelijk een budgetverhoging nodig is. En het is denk ik goed om daar verder naar te gaan kijken. En daarom vragen wij ook aan de minister, van hoe is hij op dit moment bezig om ook te kijken naar een verdere fasering. Aanbestedingen, we begrepen dat delen van de aanbestedingen allemaal afgerond zijn en veel in uitvoering is. En zijn er zaken, denk dan bijvoorbeeld aan afbouwelementen, die eigenlijk in een latere fase tegelijkertijd zouden worden gepland met andere activiteiten die misschien gefaseerd kunnen worden naar een later moment, zodat je eerst andere dingen kunt doen. Zodat we toch nog kunnen kijken hoe we in de planning kunnen inlopen. En het gaat niet zozeer om de tijdsduur. Tijdsduur is natuurlijk ook geld, maar het gaat er vooral ook over. Zitten daar mogelijkheden om toch te kunnen kijken naar het beperken van eventuele kostenoverschrijdingen? Krijgen we ook dat overzicht van waar naar gekeken is? Zodat we een duidelijk overzicht krijgen. Welke toezegging wil de minister daar verder op doen? Dat is het eerste punt over het Binnenhof. Het tweede punt gaat over het Rijksvastgoedbedrijf. Nog niet zo lang geleden is er een VVD-motie aangenomen wat ook over de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf ging. Goedkopere gronden ter beschikking stellen voor betaalbare woningen te bouwen. Sneller, omdat ze vaak ook goedkoper zijn. Zijn anders gewaardeerd in de boeken. Ook in combinatie met gronden die in handen zijn van gemeenten en projectontwikkelaars. Hoe staat het daar nu mee? Hoe gaat dat nu in de praktijk? Hoe verloopt dat proces eigenlijk? Is het ook zo dat het Rijksvastgoedbedrijf nu al in gesprek met gemeenten is om te kijken om die gronden op te nemen voor de woningbouwopgave in die gemeente? Dus eigenlijk de vraag hoe loopt dat proces? En is er ook sprake van dat er nu al woningbouw opgepland wordt? Valt te lezen dat het om 1800 hectare gaat van de 3000 die nu betrokken is bij woningbouwplannen. En zit er ook nog ruimte in die 3000 om die omhoog te brengen? Of is dat zicht er nog niet? Alles gaat natuurlijk over sneller en meer, eigenlijk zou je willen zeggen. Want het woningtekort in Nederland is groot. Het tekort aan betaalbare woningen is groot. We weten ook dat 60% van de woningzoekenden ook graag in een eensgezinswoning zou willen wonen. Of daarna op zoek is, ook vanuit een doorstroming, vanuit een andere woning. Het lijkt me bij uitstek lijkt het Rijksvastgoedbedrijf met zijn gronden een uitstekende plek om die woningbouw ook te realiseren. Ik had hier ook nog als laatste punt onder dit item het bericht over de flexwoningen. Collega Moulakia van D66 heeft die vraag eigenlijk al gesteld. Dus ik hoef daar niet heel veel verder op in te gaan. Ik ben wel benieuwd. Als je kijkt naar het plaatsen van de flexwoningen en wat er aan de kant van vergunningen eventueel nog in de weg zit, waar het Rijksvastgoedbedrijf ook mee te maken heeft. Want je zou verwachten dat het daar eigenlijk wat makkelijker zou verlopen, omdat die locaties ook in vele gevallen minder in bebouwd gebied zitten. Dus je zou eigenlijk verwachten dat bij uitstek Rijksvastgoedlocaties geschikt zijn om flexwoningen te realiseren. Het laatste item, voorzitter, gaat over voorgenomen opzetten van de ontwikkeleenheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf. VVD is van mening dat ontwikkeling van bouwprojecten ook een sterke competentie van marktpartijen is. Dus hoe is die afbakening tussen wat het Rijksvastgoedbedrijf gaat doen en waarin de markt wordt betrokken? En dat bedoel ik niet alleen met markt, dat bedoel ik niet alleen maar projectontwikkelingsbedrijven, maar natuurlijk ook de gemeente speelt daar een rol in. Ook daar is die ontwikkelcompetentie vaak tekort in de gemeente. Dus hoe gaat dat samenspel? Hoe ziet de minister dat samenspel? En met name ook die afbakening heeft hij voor ogen. Volgens VVD is het gewoon zinvol om daar echt een duidelijke taakverdeling in te maken om snelheid te maken.
De angst is een beetje dat met het opzetten van een ontwikkeleenheid, dus dat die competentie overgeheveld wordt van de markt, hè, overgenomen wordt. Mensen worden overgenomen vanuit de markt naar de overheid. En dat de overheid gewoon een hele sterke ontwikkelfunctie krijgt. Waar de VVD niet van overtuigd is dat het daarmee sneller zal gaan. Voorzitter, ik denk dat hem is. Ik denk ook dat ik door de tijd ben. Maar ik dacht van ja, we zijn met zo'n mooi gezelschap samen dat ik nog wel even door kan praten. Maar ik wou het hier graag bij laten. Dank u wel. Hartelijk dank aan beide heren. Ik kijk even naar de tijd. Zullen we zeggen 5:05? Dat is heel schappelijk, ja, vind ik. Heel schappelijk. Ja, half ook mag ook, hoor. Heel schappelijk. Half ook? Echt heel schappelijk. Nee, laten we 5:05. Oké, okay. Gaan we doen. We schorsen tot 2:55.
Ik heropen de vergadering aan het woord de minister voor zijn eerste termijn en de beantwoording van de Kamer. Ja, voorzitter, dank u wel. In deze intieme setting, zou ik bijna willen zeggen, is het goed om met elkaar bij te praten over het Rijksvastgoedbedrijf. En dat is een heel bijzonder bedrijf, een levensgroot bedrijf ook, met 82.000 hectare grond en 11,7 miljoen vierkante meter aan gebouwen. En wat ik altijd imponerend vind, is dat die 82.000 hectare grond, dat ongeveer 3 keer de gemeente Rotterdam is. Dat is mijn referentiekader dan weer. En dat maakt, en dat is natuurlijk allemaal vanuit het verleden is dat zo gegroeid, dat inderdaad het Rijksvastgoedbedrijf een enorme grote positie heeft, zowel op grond als op vastgoed. En we heel graag die grote positie, daar waar we eigenlijk de afgelopen jaren daar misschien wat meer vanuit beheer hebben gekozen om de rol in te vullen, juist een veel actievere rol te nemen als Rijksvastgoedbedrijf en die rol ook veel meer op zo'n manier in te vullen dat die ook echt ten goede komt aan alle maatschappelijke noden die we hebben. Die grond is van ons allemaal, die gebouwen zijn van ons allemaal. Laten we zowel die grond als die gebouwen zo goed als mogelijk benutten voor alle maatschappelijke opgaven zoals we die hebben. Ik wil de vragen eigenlijk zo beantwoorden dat ik eerst de binnenhofvragen doe, daarna de maatschappelijke inzet van onze vierkante meters, daarna de maatschappelijke inzet van onze grond, namelijk wat doen we daarmee voor woningbouw, voor betaalbare woningbouw. En tot slot de flex aanbesteding, waar vandaag inderdaad het nieuws was naar aanleiding van de brief ook van vorige week, die ik vorige week dinsdag heb gestuurd aan de Kamer. Allereerste vraag rondom het Binnenhof. Ja, we hebben daar zijn gekomen tot een nieuwe planning en dat had alles te maken met eigenlijk 2 belangrijke ontwikkelingen. 1, toegenomen veiligheidseisen en 2, stikstof. Die toegenomen veiligheidseisen betekenen dat er was al de keuze gemaakt om de technische installaties buiten het gebouw te plaatsen. Aanvankelijk eerst in de parkeergarage, toen onder het Opperhof, dus op het plein van het Binnenhof, het binnenplein van het Binnenhof. En toen het programma van eisen is gemaakt en het programma van eisen is omgezet in het voorlopig ontwerp, toen zagen we dat die bak, die technische installatiebak, heel erg veel groter moest worden dan waarop we aanvankelijk rekenden. En zo'n 70% groter. En daarmee komt hij bijna van wand tot wand op het Opperhof. Wordt veel dieper. Het is een halve Heineken Music Hall, heb ik me laten vertellen. En dat maakt dat je die fundering aan de randen van het Binnenhof eerst zult moeten versterken. Omdat je anders niet zo diep kunt graven vlakbij. Daarna moet je dan wanden plaatsen. En dat betekent heel veel meer werkzaamheden. Maar dat betekent ook dat je voor die werkzaamheden ander type apparatuur nodig hebt. En dat raakt weer aan stikstof, daar kom ik zo op. Maar dat betekent in ieder geval ook dat je op dat Binnenhof eigenlijk geen ruimte meer hebt om voor andere activiteiten materialen bijvoorbeeld te plaatsen of te verplaatsen. En dat maakt dat aanvankelijk werd gedacht dat je activiteiten parallel kon uitvoeren en dat niet meer gaat. Dat je het achter elkaar zult moeten doen, volgordelijk zult moeten doen. En dat betekent dus inderdaad die uitloop in die planning. Stikstof heeft hier ook echt mee te maken, omdat de stikstof, de bouwvrijstelling voor stikstof is komen te vervallen door de uitspraak van de Raad van State. En dat maakt dat je ook voor dit project niet meer op de bouwvrijstelling kon rekenen, hoewel de stikstofuitstoot heel laag is. Maar dat betekent dat je daarmee moest komen tot een vergunningaanvraag. Eerst onderzoek moest doen, toen moest komen tot een vergunningaanvraag. En ook het volgordelijk werken heeft te maken met stikstof. Want als je parallel werkt en alle werkzaamheden tegelijk doet, dan stijgt daarmee ook de uitstoot en wordt het mogelijkerwijs vergunningplichtig. Nou, compensatiemogelijkheden zijn er eigenlijk niet in de omgeving. Dus je zult ook om die reden zul je de werkzaamheden goed moeten spreiden. Nou, dit alles leidt tot een herziene planning. En dat was de eerste vraag van de heer De Groot. Hoe zit het dan met die planning? Zou daar eventueel nog ruimte in kunnen zitten? En zou je nog eens opnieuw naar die planning kunnen kijken om te kijken of je daar nog los van de termijn die je daarvoor nodig hebt door de werkzaamheden anders te faseren, zou je daarmee wellicht nog aan kostenbesparing kunnen doen? Nou, wat we hebben gedaan met die planning, dus we hebben een challenge board eigenlijk voor het hele traject. Daarbij is heel veel kennis van buiten ook betrokken bij dit project. Het is natuurlijk een uniek project. Waarbij het Rijksvastgoedbedrijf al zijn expertise in zit, maar waar eigenlijk ook de beste expertise uit de markt halen om met ons mee te denken hoe we dit project het beste kunnen doen. En een van de manieren waarop we dat doen is via een challenge board. Die heeft aanvankelijk ook al geadviseerd over het volgordelijk gaan werken, het gefaseerd gaan werken in plaats van het parallel werken. En heeft ook gezegd dat het zou wijs zijn om te komen tot een externe validatie ook van deze planning. Nou, dat gebeurt op dit moment en daarover zullen we u berichten ook bij de volgende voortgangsrapportage. Dus de planning, de uitspraak over de planning zoals ik die nu doe is zeker 2 jaar langer,
niet voor eind 2028 de oplevering. En die planning wordt op dit moment extern gevalideerd op advies van die Challenge Board. Zitten daar dan nog versnellingsmogelijkheden in? Want het huidige projectteam, ik heb die vraag driemaal daags gesteld natuurlijk, een aantal weken achter elkaar. En wat het huidige projectteam zegt, is nou dat is niet waarschijnlijk. We moeten eerlijk zijn over dat als je die werkzaamheden allemaal achter elkaar uitvoert, dat er best ook al een aantal dingen goed moeten gaan, bijvoorbeeld in de vergunningverlening goed moeten gaan, wil je het houden bij zeker die 2 jaar uitstel. Dus wil je het houden bij eind 28. Dat is het eerlijke verhaal. Maar natuurlijk ook met de gebruikers, zoals ik ze vanuit deze rol moet noemen, Eerste en Tweede Kamer, dat bent u dus zelf, gesproken en gezegd. En die hebben wel de wens geuit van, zou het dan niet fijn zijn om bijvoorbeeld alvast een aantal activiteiten weer te kunnen doen. Bijvoorbeeld zou die plenaire zaal van de Eerste Kamer wellicht al wat eerder te gebruiken zijn. Nou ja, kijk, als het echte bedrijf van de Eerste Kamer gewoon op de huidige tijdelijke locatie blijft en je zou bijvoorbeeld alleen de plenaire gebruiken, dan is dat wellicht mogelijk. Wellicht mogelijk. Dat gaan we op dit moment ook onderzoeken. Dan gaat het daarnaast nog over bijvoorbeeld het gebruik van de oude zaal van de Tweede Kamer. Hè, voor bijvoorbeeld officiële ontvangsten. Zou dat kunnen? Ja, wellicht dat zou kunnen. Dus ik kijk met de Eerste en met de Tweede Kamer wat er eventueel aan activiteiten, al eerder aan ceremoniële activiteiten, bijvoorbeeld al eerder zou kunnen plaatsvinden. Zou een andere fasering dan ook nog kunnen leiden tot inverdieneffecten? Daar wordt natuurlijk naar gekeken. Die planning dus wordt dus opnieuw tegen het licht gehouden. En het lijkt mij gewoon wijs als ik u bij de volgende voortgangsrapportage, die zal in het najaar zijn, daarover opnieuw informeer. Dan de vraag over de ledlampen voor het Binnenhof. Het Binnenhof, dus de Binnenhof in renovatie, krijgt overal led. En dit gebouw, net als alle andere Rijksgebouwen, daar zullen we gewoon op natuurlijke vervangingsmomenten led gaan plaatsen. Dus dat doen we niet in één keer, maar dat doen we op natuurlijke vervangingsmomenten om daarmee ook de kosten een beetje beheersbaar te houden. Daarmee heb ik denk de Binnenhofvragen gehad. Dan gaan we naar de inzet van het maatschappelijk vastgoed. De vraag vanuit D66, wat doe je eigenlijk met de vierkante meters die je gewoon hebt en op welke manier zou je vrijkomen of leegstaande vierkante meter zou kunnen inzetten voor de maatschappelijke taken die we hebben. Er is van de 5,6 miljoen vierkante meter is er op dit moment een afstootleegstand van 345.000 vierkante meter. U zegt, hoezo 5,6? We hadden toch 11,7? Ja, maar dat andere is defensievastgoed. Daar geldt dat binnen de defensievastgoedportefeuille er sowieso wordt toegewerkt naar een nadere concentratie. Dat zou op enig moment kunnen betekenen dat ofwel locaties vrij komen te vallen, ofwel gronden zelfs vrij komen te vallen. Maar dat is een autonoom traject. Dus het gaat echt over de Rijkshuisvestingsvoorraad. Die is 5,6 miljoen. Met dus een afstootleegstand van 345.000. En wat we daar binnen bezien is of dat inderdaad transformatiemogelijkheid geeft voor woningbouw. Dat kan voor een deel kan dat zo zijn. Niet overal is woningbouw ook gewenst of mogelijk. Dus dat kan transformatiepotentieel zijn, dat hoeft niet overal. En als er sprake is van transformatiepotentieel, dan is het weer de keuze, doe je het zelf of laat je het door een ander doen. Wat we daarnaast hebben gedaan, is dat hebben we vorig jaar gedaan toen de Oekraïne-oorlog uitbrak. Toen heeft het Rijksvastgoedbedrijf de inventarisatie gedaan, waarbij men 285.000 vierkante meter aan beschikbaar Rijksvastgoed heeft aangeboden aan het COA en aan de veiligheidsregio's op dat moment. En daar is voor een deel is daar gebruik van gemaakt. En ja, ook daar gaat het over transformatie. Soms tijdelijke transformatie, soms wat meer permanente transformatie. Ook dat verschilt weer per project. En soms hebben we het echt overgedaan, soms hebben we het gewoon gehouden en getransformeerd. Dus daar zijn per project eigenlijk weer verschillende zaken aan de orde. Maar de achtergrond van uw vraag, die deel ik helemaal. Het gaat er namelijk om dat je naar je eigen vastgoedportefeuille kijkt als, hoe kunnen we die vastgoedportefeuille laten bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven die we hebben? En zoals we natuurlijk altijd ook om ons heen kijken, welk maatschappelijk vastgoed zouden we kunnen benutten voor de huisvestingsopgaven die we hebben, voor spoedzoekers, voor statushouders, voor Oekraïners, nou, voor iedereen die op korte termijn een huis nodig heeft. Zo kijken we ook naar onze eigen vastgoedportefeuille op die manier. We inventariseren bewust waar zouden we transformatiepotentieel zien en in welke mate zou dat ook kunnen bijdragen aan de woningbouwopgaven. En daarmee brengen we dus actief, dat is de vraag van de heer Boulakia, daarmee brengen we dus ook actief gemeente, woningbouwcorporatie, commerciële partijen bij elkaar. Want we doen niet alles zelf.
Juist als het gaat bijvoorbeeld over de huisvesting van de Oekraïners, dan dragen we het graag over aan een veiligheidsregio of aan een gemeente. Als het gaat over de huisvesting van statushouders, dragen we het graag over aan een corporatie. Als het gaat over de huisvesting van spoedzoekers ook. Omdat je uiteindelijk ook gewoon de partijen die ermee aan de slag moeten ook gewoon in staat wilt stellen om hun taak te kunnen vervullen. Dan de labelsituatie van het vastgoed. Het gros van het rijksvastgoed, dus de kantoren, die zijn eigenlijk wel op orde. In het laatste jaarrapportage van de bedrijfsvoering Rijk is aangegeven dat de gemiddelde energielabel van de Rijkskantoren label A is. Van de kantoren die in eigendom zijn daarbinnen van het Rijk, energielabel B. Er komt volgende maand komt er een nieuwe jaarrapportage en dan zullen we u weer nader informeren. Uit mijn hoofd gezegd zijn het slechts enkele panden binnen die Rijkshuisvestingsportefeuille die nog niet voldoen. De portefeuille die vooral niet voldoet, dat is de hele defensieportefeuille. Die loopt heel erg achter in de vernieuwing. Maar goed, daar is juist een hele aparte portefeuilleaanpak op gezet om juist een deel van het vastgoed af te stoten, een deel van het vastgoed te renoveren, aan nieuwbouw te doen en aan concentratie te doen, waardoor je ook daadwerkelijk afscheid kunt nemen van het vastgoed dat niet meer voldoet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de DEI-portefeuille, voor de justitiële complexen. Ook daar is heel veel werk te doen als het gaat over de verduurzaming ervan. Maar de Rijksportefeuille, die is behoorlijk op orde. Dan de te ontwikkelen locaties, want daar heeft De Groot natuurlijk een belangrijk punt. We kijken naar ons maatschappelijk vastgoed, hoe zou je dat kunnen inzetten voor onze maatschappelijke doeleinden, maar zo kijken we zeker ook naar onze grond. Nou, waar hebben we met name grond? In de Flevopolder. Daar is echt nog veel grond is van het Rijksvastgoedbedrijf. En daar kijken we ook heel nadrukkelijk naar wat zouden de mogelijkheden kunnen zijn. En daar komen ook de getallen vandaan, zoals u die noemt. De 1200 en de 1800. En in Flevoland gaat het over de 1800. En de 1800 die benutten we op dit moment volle bak voor de woningbouw, waarbij we ook zelf de ontwikkelende partij zijn. Ik zal dat zo ook nog toelichten, maar dat is belangrijk, omdat dat ons meer regie geeft, meer regiemogelijkheden geeft, ook als Rijksoverheid, om op onze Rijksgrond datgene te doen wat je daadwerkelijk zou willen. Dus de raming is dat er in Flevoland circa 1800 hectare Rijksgrond ingezet kan worden voor woningbouw. En daarop kunnen naar verwachting tussen de 25.000 en 35.000 woningen worden gerealiseerd. Dat gaat over de locatie Almere Pampus, die is volledig op Rijksgrond. Die 25.000 tot 35.000 natuurlijk, dat is echt een hele grote locatie. Hangt wel samen met ook een andere investering die je doet als je daarvoor dit soort aantallen wilt bouwen, namelijk de IJmeerverbinding. Die keuze is natuurlijk nog niet gemaakt. We weten wel dat die daarmee samenhangt. En als je die keuze nog niet maakt, zal het vooralsnog over mindere aantallen gaan. Maar dat is wel de potentie die dat gebied heeft. Dan gaat het over 15.000 tot 20.000 op de locatie Oosterwold. En dat betekent als je dat soort aantallen wil bouwen, dat je ook een hogere intensiteit moet bouwen dan waar in de afgelopen jaren rekening mee is gehouden. En het gaat over de locatie Lelystad Waran, de 9.000 tot 16.000. Dat is eigenlijk het verst van allemaal. Waarbij een onderzoek wordt verricht naar de multimodale bereikbaarheid van de Waran in relatie tot Lelystad Centrum. En daarmee zouden we 1800 hectare rijksgrond kunnen benutten in Flevoland. Die drie locaties, daarvan hebben wij gezegd bij de brief die onlangs is gestuurd. Daar willen we zelf ook een ontwikkelende positie innemen als Rijksvastgoedbedrijf. En daar hebben we ook met financiën de financieringsfaciliteit voor afgesproken om dat te doen. Een begrotingsfaciliteit voor afgesproken om dat te doen. Eigenlijk op een manier zoals een gemeente, als een gemeente zelf eigenaar is van grond, zou acteren. Dus dat betekent dat je voor een deel zelf bijvoorbeeld ook het bouwrijp maken van de grond doet. Maar het bouwen zelf en het daadwerkelijk ontwikkelen van die locatie, dat laten we natuurlijk door marktpartijen doen. Dat doen we in samenwerking met marktpartijen. Want dat is niet de rol die het Rijksvastgoedbedrijf neemt of kan nemen. Of het zou niet nodig zijn, moet ik zeggen, om die rol te nemen. Want die kun je namelijk gewoon door marktpartijen laten doen. Waarom is het wel belangrijk om echt aan actief grondbeleid om op onze eigen grond te doen? Omdat je daarmee veel sturender kunt zijn. Sturender ten aanzien van de betaalbaarheid. Sturend ten aanzien van, wat ik heel mooi zou vinden, het biobased bouwen. Om daar ook echt een voorbeeld en een voorhoederrol in te vervullen. Ik zou het fantastisch vinden als een flink deel van de huizen die we daar neerzetten gebouwd kunnen worden met bouwmaterialen die bij boeren worden verbouwd. Boeren die moeten omschakelen qua bedrijfsmodel, dat zij de bouwmaterialen voor een deel vervaardigen van de bouwmaterialen die je nodig hebt voor de wijken die we daar bouwen. Het lijkt me heel mooi als wij op Rijksgrond die voorhoedelocatie zouden kunnen zijn. Maar we gaan niet zelf op de steiger staan. Dat zult u niet zien.
Overigens, een andere grote locatie natuurlijk is hier bij Katwijk. Dat is ook een hele grote rijksgrondlocatie voor 5600 woningen. Een interruptie van de heer De Groot. Ja, nee, ik denk dat, de 1800 hectare, ook de locaties, die zijn natuurlijk bekend. Dus dat is niks nieuws. Ik denk dat mijn vraag ook meer toespitste op... laten we gewoon Pampus nemen als voorbeeld. Hè. Kijk, de gemeente Almere heeft natuurlijk ook een woonbeleid. En hoe gaat dat nu in de praktijk? Dus je kunt wel zeggen van ja, wij als Rijksvastgoedpartij gaan we gewoon zelf ontwikkelen en we gaan de inzet plegen. Maar hoe gaat dat? En wat doet dat met snelheid? Daar ging mij een specifieke vraag ook over. Ik zal nog iets specifieker zijn op de andere vraag die ik ook gesteld heb. Want kijk, de idee van de motie van een aantal weken, misschien een maand geleden, was natuurlijk... Ja, die Rijksvastgoedlocaties hebben een bepaalde waarde. En dat zou misschien wel in verevening kunnen komen met andere locaties, buitenstedelijke locaties, die misschien wat duur geprijsd zijn in de tijd van de tegenwind die we nu ervaren. Dus hoe gaat die uitwisseling? En ik heb nog een vraag over die 1800 hectare en 3000 hectare. Maar daar kom ik misschien zo nog even op terug. Laten we eerst dit maar even beetpakken, voorzitter. De minister. Ja, excuus, die vraag had ik inderdaad nog niet beantwoord. We hebben nog 1200, binnen de 3000 zouden we ook nog 1200 hectare hebben. Het zou mogelijkerwijs, die maken soms onderdeel uit van de regionale woondeals. Op die 1800, daar richten wij ons met name op. Overigens op die drie grote locaties in de Flevo en Katwijk. Dat zijn eigenlijk de vier grote gebiedsontwikkelingen waar echt grote serieuze wijken van duizenden woningen worden gebouwd. De rol- en taakverdeling met een gemeente is natuurlijk zo dat eigenlijk het Rijksvastgoedbedrijf daar functioneert als ware het een grondeigenaar. En een grondeigenaar kan voorwaarden stellen aan de manier waarop hij zo'n grond inbrengt in de gebiedsontwikkeling. En het is de gemeente zelf die over het bestemmingsplan gaat. Dus neem even bijvoorbeeld de locatie Oosterwold. Locatie Oosterwold is in aanvang, was daar het idee, best een heel boeiend, stedenbouwkundig in ieder geval, best een heel boeiend idee. Hè, dat de hoogbouw met name aan de rand zou gaan komen van Almere. Almere Pampus dus, hoge dichtheden Almere Pampus. En naarmate het verdere land inwaarts komt eigenlijk de overgang naar het meer landelijke gedeelte van Flevoland. Dat betekent dat in Oosterwold, dus aan de andere kant van Almere, er veel meer in hele lage dichtheden werd gedacht. Ik denk dat daarom om een bepaalde reden eigenlijk niet aan vastgehouden zou moeten worden aan dat oorspronkelijke idee. Dat vindt overigens de gemeente ook, dus ik zeg hier niet iets heel spannend. Namelijk, we hebben heel veel meer woningen nodig, dus we kunnen ons de luxe niet veroorloven, zou ik willen zeggen, van dat soort hele lage dichtheden. Dat is één. Daarnaast, het is zeer de vraag of marktpartijen het kunnen maken. Hè? Dus kunnen bouwen in dat soort hele lage dichtheden, of het dan economisch überhaupt wel rondrekent en uit kan. Het maakt dat je dan vervolgens als grondeigenaar in gesprek gaat met de gemeente. En tegen de gemeente zegt, het ware wijs om daar in hogere dichtheden te bouwen. Aan het einde van de dag is de gemeenteraad daar natuurlijk aan zet om een bestemmingsplan vast te stellen. Maar zoiets doe je in overleg, zoals een grondeigenaar zoiets doet in overleg. Ook met zijn gemeente. In dit voorbeeld overigens zijn we in dat gebied ook niet eens de enige grondeigenaar. Er zijn nog een paar private grondeigenaren ook. En ik denk dat we in samenspraak met de verschillende grondeigenaren en met de gemeente en overigens met de provincie, die zich heeft verbonden aan een bouwopgave tot en met 2030 en ook voor daarna, moeten kijken wat zou er op die locaties, onder welke condities, in welke dichtheden kunnen worden gerealiseerd en welke betaalbaarheidssegment. En daar ben ik naast grondeigenaar natuurlijk ook minister voor Volkshuisvesting. En zeg ik als minister voor Volkshuisvesting, gij zult tegen provincies, hè, gij zult zorgen dat je in iedere regio 2/3 betaalbaar bouwt. Dus ja, dat geldt dan natuurlijk ook voor de grondpositie die wij zelf hebben. Dus het zou gek zijn als je op je eigen grondpositie dan zegt, nou, hij dacht ervan niet. Dan kom ik met mezelf in gesprek en dat wordt wel een heel schizofreen gesprek. Dus dit geeft juist de mogelijkheid om op beide fronten te sturen. Als beleidsmaker te sturen, vanuit mijn positie als minister, en als grondeigenaar te sturen. En daarmee de werkelijkheid dichterbij te brengen. En in die zin vind ik het een hele interessante positie. Je zou natuurlijk ook gewoon de grond kunnen verkopen en het laten ontwikkelen. Dat kan ook. Maar ik wil eigenlijk wel als grondeigenaar ook nog eventjes aan boord blijven bij deze ontwikkeling. Om juist daarmee te kunnen sturen. Nog los van die voorhoede positie ook op biobased bouw. Want die vind ik zelf ook heel erg boeiend. Dan even over de betaalbaarheid. Dat betekent natuurlijk niet dat het Rijksoverheid zich kan veroorloven om grond opeens gratis in te brengen in gebiedsontwikkeling. Dat gaat ook weer niet. Dat zag je in die hele discussie over Katwijk, zag je dat terugkomen. Die grond heeft natuurlijk gewoon een waarde. En als ik onder de waarde die de grond heeft, de grond zou inbrengen in een gebiedsontwikkeling, dan ga ik rode cijfers schrijven in een gebiedsontwikkeling. Dat is gek om te doen. Dat doet een gemeente ook niet. Wat je wel moet doen vervolgens is in overleg met een gemeente kijken welk programma
kan nou leiden tot zwarte cijfers. Hè? Dus als je in hele lage dichtheden bouwt. En woningen bouwt die eigenlijk nauwelijks opbrengst hebben of te weinig opbrengst hebben om de grondwaarde te kunnen dekken, ja, dan ga je uiteindelijk met rode cijfers bouwen. Dat kan een grondeigenaar zich niet veroorloven, ook niet een gemeente die grondeigenaar is. En dat kan ook niet een Rijksoverheid zich veroorloven, hè, want dan zou je echt een gat moeten dichtleggen. Dus je wilt wel dat op zijn minst de waarde, ik hoef er niet aan te verdienen, helemaal niet. Maar je wilt wel dat er ook geen verlies wordt geleden op een grondexploitatie. En dat, ja, dat is eigenlijk ook wel logisch natuurlijk. En hoe kun je dan toch betaalbaar bouwen? Nou, door voldoende woningen te bouwen en bijvoorbeeld meer gestapeld te bouwen. En in hogere dichtheden. Meneer De Groot, u kijkt alsof u een interruptie wilt plegen. Dat heel graag, voorzitter. Dank u wel. Ja, nee, want we komen inderdaad op een interessant punt in de uitwerking van, ik noem maar even, motie Peter De Groot. En anderen.